Als eerste, fijn dat ik hier mag spreken. Ik ben trots. Wat ik heb gedaan is, wat ik wel meer doe bij dit soort gelegenheden. Ik ben om een uur of kwart over twee hier binnengekomen. Ik heb in de ronde gelopen. Ondertussen ben ik constant blijven schrijven. En wat ik nu voorlees is wat ik tot een halve minuut geleden heb geschreven. En de grootste, zeggen ze eigenlijk, wat altijd het spannendste is, of ik het gewoon nog kan lezen. En nog bedankt voor de aankondiging net. Ik ben altijd, dat is wel een angstgegner, de aankondiging altijd. Hoe gaat dat lopen? En dat is vooral, na een week of drie geleden werd ik als volgt aangekondigd. En dan nu een dichter en daarna weer iets leuks. Dus dit viel alleszins mee, zeg maar. Dit is wat ik heb geschreven. Het is prachtig om een gebouw binnen te wandelen en dan in te lopen op trotse mensen. En dat gebeurde enkele uren geleden. Ik stond heel even daar in de grote hal van het theater om mij heen te kijken. Maar uit mijn ooghoeken had ik ze al lang gezien. De medewerkers van de bibliotheek of van dit serviceplein die mij op stonden te wachten. Het was nog net geen trappelen wat ze stonden te doen. Diertjes waren het. Caviaatjes tegen elkaar aangedrukt met rode wangetjes van opwinding. Heel lief. En steeds weer ontroert mij dat. Naast mensen staan. En dat ze dan naast je staan en ze wijzen naar een balie. En dan zeggen ze, daar staat hij. Je kunt er van alles vragen. Je kunt er voor alles terecht. En ik wilde lollig doen en zeggen, één patat satésaus en een bami schijf dan graag. Maar ik hield me in. Ik weet hoe kwetsbaar je kunt zijn op een nieuwe werkplek. Ik spreek als ervaringsdeskundige. 17 jaar lang werkte ik in Bibliotheek Amstelveen. Heel lang was dat een plek om niet heel erg trots op te zijn. Ik werkte in een stoffige baarmoeder, de oude V&D, en de muren waren behangen met in die tijd al hopeloos ouderwetse wandkleden waar het stof een eeuw in hing. Mijn bureau stond op de oude afdeling herondergoed. Wij konden alleen maar dromen van een serviceplein. Ik heb daar in Amstelveen 15 jaar naartoe geleefd. Naar onze nieuwbouw. En ik herinner mij hoe ik toen, net als deze medewerkers, dat trok mij juist zo, hoe ik toen opeens heel trots met een corsage mensen op stond te wachten om uit te leggen waar het toilet was. Razend enthousiast was ik over ons toilet. Een toptoilet. Ik kon niet anders zeggen, ik raakte er echt niet over uitgepraat. Hoe de wc-bril een subtiel verhaal aanging met de deurkruk, hoe een prachtig strijklicht neer was gezet in de toilet. En ik weet echt hoe kwetsbaar ik nu nu vandaag ook bent. Ik werd die dag heel hard met de voetjes op de vloer gezet door mevrouw Tilly. Die enkele maanden na een wintersportvakantie in een rolstoel moest zitten. En die in haar rolstoel precies op dat moment naar het toilet wilde. Daar hadden we even niet op gerekend. Dat ging niet. Er zat een onneembare drempel in het toilet. Wel in een hele mooie huiskleur, dat wel. Maar toch een drempel. Juffrouw Tilly heeft die dag, en dit is werkelijk waar gebeurd, tijdens de opening zich door 6 man schreeuwend van woede het toilet in laten tillen. Met 15 fotografen om zich heen, ze stootte loeihard haar hoofd tegen de deurpost en die foto stond de volgende dag in de krant. Met een enorme kop erboven, invalide, niet welkom. Het is allemaal heel broos, lieve mensen. Wees als u nog even zo door het pand loopt en hier over de serviceplein wel zo lief. Wees dan zo lief mogelijk voor de medewerkers. Wijs zo direct bijvoorbeeld even gewoon naar een trap en zeg, wat zal die lekker lopen. Maak de medewerkers vandaag blij. Ik heb een uur geleden ook door deze bibliotheek gelopen. Ik ben helemaal doorheen gewandeld. En zo heb ik ook over het serviceplein gelopen. En meteen daar, als u zo direct, dat is echt een aanrader, ben ik helemaal weg van als u hier zo het serviceplein afloopt, u gaat naar links, u loopt het kleine trappetje op, u gaat meteen weer naar links. Dan kijkt u naar, staat u voor die glazen wand, u ziet hem hier allemaal. En dan kijkt u naar die tekeningen daar, dat zijn gedichten. En het is echt van een grote schoonheid, een wand vol gedichten. Ik heb ze allemaal gelezen en geschreven door scholieren, heb ik begrepen, van een brugklas. En ik huppel nu al een uur lang hier over het serviceplein met een paar van hun prachtige zinnen in mijn hoofd. Zinnen die op die, zeg maar, naast die tekeningen staan. En die zijn mij geschonken door mensen uit Dronten, door kinderen uit Dronten. En luister u even naar een prachtige zin van een mij volstrekt onbekende jonge dichter. Komt-ie. Ik versla draken
Maar draken een kopje kleiner maken is simpel. Maar ik wil mijn gevoel laten spreken, jou vertellen wat ik voel. Dus versla ik de draakverlegenheid. Wat een ongelofelijke zin die laatste zin. Ik had er mijn arm voor gegeven. Dat is een wonderschone zin. Ik herhaal nog even. Dus versla ik de draakverlegenheid. Verzin het maar. In de geest van een jonge dichter ben ik doorgelopen naar boven. Naar de kenniswerkplaats, zo staat hij op de plattegrond in ieder geval. En ik zie de 3D-printers. En hoe zeg je dat? Hoe zou die andere dichter dat zeggen? Ik versla het monster elektrische onwetendheid. Ik loer enkele minuten mee naar het vervaardigen van 3D-kunst. En nu wil ik toch eventjes, nu ik hier sta, een verbazing met u delen. Hoe zit dat toch met ons? Hoe kan dat nou? Eindelijk, na eeuwen en eeuwen beschaving, kunnen we, wat we maar willen, in 3D printen. De mogelijkheden zijn onbeperkt. De wereld ligt aan onze voeten. En wat printen we? Ik pak het even. Een espresso kopje. We printen in heel Nederland. Ik kom ze in heel Nederland tegen. Ik heb als minimaal 46.000 koffiekopjes gezien. Dat is wat mensen blijkbaar. Dat is blijkbaar wat diep in ons zit in Nederlanders. Je zet ze voor een apparaat en ze beginnen vanzelf een armband of een koffiekopje te kneden. Dus kleine schedeltjes, die zijn ook heel populair. Zie ik ook altijd. Het is om dol van te worden. Ik had zo gehoopt dat u hier in Dronten innovatief aan het printen was. Dat vanuit Dronten, zeg maar, de meest geniale objecten de wereld in rolde. Een koffiekopje, waarom zou je zoiets printen? Die zijn er al! Wie hier heeft een koffiekopje geprint? Is hier iemand aanwezig die een koffiekopje heeft en zo eerlijk is om dat toe te geven? Niet meer doen. Verder is het voor mij een sentimentele reis door deze bibliotheek. Daar waar ik ooit als dienstweigeraar mijn vervangende dienstplicht vervulde in de bibliotheek. En ik denk dat het nu, ik sta naast een burgemeester, dat dat een mooi moment is, naast het gezag, om iets op te biechten. Ik heb in de tijd dat ik in de bibliotheek werkte, honderden niet bestaande boeken in het computersysteem gezet. Er zitten een aantal nog in, heb ik zelfs begrepen, van oud-collega's. En de aardigste vind ik deze, daar ben ik zelf nog wel zelfs wel trots op, burgemeester. Ik zat titels te beschrijven, zoals je dat moest. Ik moest invoeren in de computer welk boek, welk boek we hadden en een barcode daar aan opplakken. En ik had het boek in mijn handen en dat heette Schelpen die men vinden kan. En dat vond ik echt. En toen heb ik, dat geef ik nu wel eerlijk toe, heb ik in die titelbeschrijving gezet, in dezelfde serie verschenen, Schelpen die men niet vinden kan. Een van de meest treurige boeken ooit moet dat zijn. Gewoon. Dat je gewoon 8 weken over het strand loopt op zoek naar schelpen die je niet vinden kan. En nu ik toch bezig ben, het gaat wel lekker, het voelt goed. Ik ben het kwijt nu. Wat ik ook heb gedaan met mijn vriend, Don, die ook daar werkte. Je had toen een zeer populaire reeks in de bibliotheek. Die boeken vond je ook overal terug, vooral op het toilet. Dat was zeg maar een zogenaamde sexy reeks. Een detective die een spoor van naakte vrouwen achterliet en dan uiteindelijk een moord oploste. En zo'n naakte vrouw stond altijd op de voorkant van het boek. Met blote borsten. En wat ik daar eigenlijk 1,5 jaar heb gedaan, is ik deed een heel klein stickertje op de borsten. En daar stond op, heb je nou je zin? En daaroverheen deed ik de barcode. Dus helaas ben je daar dan nooit bij als iemand hem eraf pult en dan die tekst ziet. Maar goed, als ik weer naar beneden loop, wandel ik weer langs de wand met gedichten en alweer treft een gedicht mij vol in de flank. Luistert u mee, het gedicht, en ik overdrijf echt niet. Dus echt, Paul van Ostaaien zou het hebben kunnen schrijven en zo is het ook opgeschreven. Het ziet er prachtig uit, er zit ongelooflijk mooie tekening bij. En het heet Jaloezie over muziek. En het is vrij en het is ritmisch. Het is puur Paul van Ostaaien. Net als boem, paukenslag. Maar dit, hier luister u het begin. Ik lees het begin voor.
En de 1 en de 2. En de 1, 2, 3, ja, opeens het begon met de eerste noot. Tering, hé, dat kon helemaal uit het niets. Grote poëzie vind ik dat, ja. En ik zie ook hier in Dronten pas dat het werk waar ik 14 jaar mee bezig ben geweest, 14 jaar lang heb ik dat gedaan, in één klap is weggevaagd. Ik loop in op dit boek, Monkey. En ik kijk meteen gewoon vanuit een soort krankzinnige reflex, want dat heb ik, nou, een half leven lang gedaan. Op de achterkant, dit was mijn werk, ik zal het even laten zien. Deze sticker, die zat dan al op dat boek. En dan wat ik deed, was daar een, nog zeg maar zo half, precies recht in het midden, een blauwe stip op plakken. Ik was hoofdblauwe stip van Bibliotheek Amstelveen. En ik vertel u, er was geen betere blauwe stippenplakker in Nederland. Je zag gewoon van een kilometer dat een printboek was. Die is dus weg, zie ik nu. Wanneer is dat gebeurd? Hoe lang is dat geleden? Dat vind ik jammer. Dus gewoon in één keer volkomen zinloos. De bodem is uit mijn bestaan gevallen. Oké, dank u. Dus even kijken, waar zijn we gebleven? Ik heb zojuist vlak voor deze plechtigheid bijna een kwartier zitten kijken naar dit serviceplein. Zo ongeveer daar zo'n beetje, in de buurt van die trap. En ik heb gezocht, dat deed ik ook toen onze bibliotheek openging, als een nieuwe bibliotheek, naar verbijsterde hoofden van klanten. Klanten die op iets staan te kloppen waar je helemaal niet op mag kloppen. En klanten die ergens aan staan te voelen waar je helemaal niet aan mag voelen. En ik zocht naar klanten die de weg kwijt waren, die radeloos het verkeerde plein opliepen. Klanten die het niet snapten. En die ook helemaal niet snapten waarom u opeens allemaal in een plastic, een soort plasticachtige witte kubus zit. Maar die klanten die heb ik dus helemaal niet gevonden. Ik heb er geen één gezien. Het zag eruit alsof het allemaal gewoon al 15 jaar in gebruik is hier. Iedereen snapt het. Dat is een groot compliment naar de mensen die hier allemaal aan hebben gewerkt. Ik weet hoe moeilijk dat is. Ik heb dat zelf ondervonden. Bij ons stond altijd iedereen op de verkeerde plek. Het werkt volgens mij. Ze begrijpen uw plein en ik ben nu al dol, moet ik ook eerlijk zeggen, op dit podium. En er is volgens mij ook over nagedacht of het moet toeval zijn, maar ik hoorde de band net spelen, daar is een ongelooflijk goede band, ik ga er zo nog wat over zeggen. Maar dit hout, daar zijn muzikanten en mensen die muziek maken en theater maken dol op. En, u moet zo maar luisteren als ze gaan spelen, het geluid is ongelooflijk goed. Ook daar is blijkbaar heel goed over nagedacht. Ik hoorde twee uur geleden... hier op deze plek, hier vlak voor het podium, hoorde ik een jongen, jaar of 15 schat ik hem, 14, wonderschoon gitaar spelen. Hij zat hier alleen. En er leek niemand te luisteren. Daar word ik altijd een beetje zenuwachtig van. Hij zat prachtig te spelen. En ik had een soort plaatsvervangende paniek van luistert er wel iemand? En ik had medelijden met hem en ik heb dan inmiddels wel geleerd dat ik precies zo'n kop kan trekken alsof ik diep geïnteresseerd ben in gitaarmuziek. Maar niemand bleef staan. En opeens, en dat is precies zo gebeurd, toen hij klaar was, klonk er diep uit de bibliotheek, uit alle verschillende lagen van de bibliotheek, klonk er applaus. Dus die jongen die zat hier helemaal in zijn eentje, dacht dat hij in zijn eentje zat te spelen. Maar je bent hier blijkbaar nooit alleen op dit serviceplein. Dat is ook een fijne gedachte. Wat je hier ook doet, ergens in de verte, ergens diep in de bibliotheek, staan ze naar je te luisteren en krijg je applaus als je iets moois doet. Het was prachtig. Over muziek gesproken, dat had ik net al over, een geweldige band die hier vanavond speelt. Stik jaloers ben ik er bij de opening van onze bibliotheek. Ik maak die vergelijking nog maar een keer. Werd er opgetreden door Trio Paniek. Die een vernietigend hard gespeelde medley Jordaanese levensliederen door onze bibliotheek pompte. Och, ons arme directrice, zat zich zo leuk aangekleed, zat zich zo vreselijk op dat moment verheugd. De stijlvolle opening en 3 minuten na de opening moesten alle aanwezige hoogwaardigheidsbekleders al met hun handen in de lucht heel hard meezingen. Een Picatinny, dat gaat er altijd in. Nee, dan hier een drummer, vlak achter mij, die speelt op een Ludwig. Dan val ik al bijna flauw als ik dat zie. Prachtig. En ze beginnen volgens mij met een nummer van Miles Davis. Geef mij zo'n bibliotheek. Er is ook over nagedacht. Geen hoenpapa, geen lullige muziek, gewoon een waanzinnige goede band. En tijdens de muziek zie ik Kikker langslopen. En ik heb het getimed. In ieder geval in de tijd dat ik er ben. Hij zit, of zij, hebben we weten inmiddels nu al,
ongeveer 3,5 uur in een schuimrubber kikkerpak. En ik ga zo direct 2 vragen daar stellen, want ik kan daar alles vragen aan de servicebalie. Ik kan daar altijd terecht. Ik ga deze 2 vragen stellen. Hoe ruik je aan het eind van zo'n dag als je uit zo'n pak komt? En hoe krijg je in godsnaam die 3 liter zweet eruit die nu zo rondom de voeten klotst? En dan, wat ik zeg, ik kijk nog even, wat een leuke vlotte burgemeester hebt u. Precies passend in de huiskleuren, dat is ook altijd fijn. En ik heb net naar hem geluisterd en ik, het was een beetje op het laatste moment, ik moet het even kort houden. Ik zou zijn verhaal als volgt willen samenvatten, helemaal toppie-joppie, hoera, eindelijk trots. Echt toppie-joppie-woppie, geen pleinvrees, leven de koningin, wie is die kikker, hoera, hoera. Bibliotheek, gaat u ook nog naar de flap-flop-flip-flop-habba-flap. Vol-lap. En ik ben het met hem eens. Ik nodig u uit om alles te vragen wat u maar wilt vragen. Het is zeker in dit tijdsgewricht een verademing. Op het Serversplein is iedereen gelijk, dat zei de burgemeester, het is samen hier. En dat is, klinkt een beetje pathetisch, maar toch voel ik dat heel erg hier vandaag. Geen aparte bedjes, geen aparte kleding, geen aparte toestanden voor de medewerker van het theater. Is geen onderscheid, een plein waar je ontmoet en waar je je niet van iemand ontdoet. Ik nodig u vooral uit, zo direct, daar ben ik nogal fanatiek in, om vooral even naar die wandgedichten te lopen. En ik vind dat nu al de allermooiste plek van deze bibliotheek. Want het is daar het glas, de poëzie, tekeningen, de jeugdige drang voel je om te schrijven, te communiceren. En tussen de gedichten door het glas kijk je naar het hart van de bibliotheek, het Serversplein. Ik feliciteer u van harte met zoveel moois. Ga het gebruiken. En ik wil als afsluiting nogmaals de nu al legendarische zin van die jonge dichter citeren. Tering hé, dat kon. Helemaal uit het niets.